We zijn live, Timmy. Ja, man. We zijn er gewoon. Let me put something. Of course there are people inside. What do you think? Doch nicht dahin. You hear you? Okay, so die staat er ook weer in. In de Insta story. Ja mensen, daar zijn we live. We gaan even Weekend League spelen. Ik zit in de eSports Skybox van FC Groningen samen met Tim Handwerker, linksback, speler van FC Groningen. Hij is ook fanatiek Weekend League speler. En Tim, je gaat 5 6-1? 6-1, ja. Hij gaat 6-1, dus hij is lekker bezig. Zoals je bovenin het scherm ziet, ik ga 5-1. Ik had 3 potjes gewonnen, 3-0. En toen kwam ik tegen Lef Vinken. Momenteel de beste PlayStation speler van Nederland. En de nummer 5 van de wereld. Dus ja, dat was een zware kluif. Maar ik heb helaas maar 2-1 verloren van Lef. Ik kwam nog 1-0 voor. Toen maakte hij 2 goals snel achter elkaar en ja, dat was ook wel terecht. Hij had het verdiend om te winnen, maar het was leuk om te stunten natuurlijk. Maar goed, dat is eigenlijk de enige los tot nu toe. Dus ja, dat is jammer dat je tegen zo'n goede speler komt, helemaal meteen het begin van je Weekend League. Maar ja, dat verklaart dus die verliespartij tot nu toe. Dus welkom dat jullie allemaal zijn. Leuk dat jullie kijken. We gaan even 9 potjes streamen. Eerste keer dat ik Weekend League livestream, dus wil je dit nou vaker zien? Laat dan eventjes weten in de reacties en in de chat dat je dat wilt. En doe bovendien ook even een blauw duimpje omhoog als je dit vaker wil zien, want dan weet ik dat. Dus ja, doe dat. Ben je nog niet geabonneerd? Zorg dan even dat je abonneert. Volgens mij zijn de vorige paar video's meer dan 50.000 keer bekeken, wat natuurlijk een ziek aantal is. Maar we hebben daarvan slechts 15.000 abonnees. Dus er zijn nog een hoop mensen die kijken en die niet geabonneerd zijn. Dus ben je dat nog niet, doe dat dan eventjes. En zorg ook even dat je het belletje indrukt. Want dan mis je niks van de video's die op mijn kanaal online gaan. Ja, dan lijkt het me een mooi moment om gewoon lekker te gaan starten met Weekend League. Het is zaterdagmiddag, jongens. Je weet dat de servers dan niet zo top zijn. Dus... ja, we gaan gewoon even afwachten hoe en wat. Dit is het team waar we het mee gaan doen. Het is natuurlijk een topploeg. 4-2-3-1 in game. Neymar op 10, Eusebio op links of op rechts, Mbappé op links. Mezelf in de spits en Vieira aan Kanté controlerend. Ik moet Vieira wel even upgraden naar 88, maar daar heb ik nog net niet genoeg voor. Dus... daar moeten we nog even voor sparen. Maar we gaan er gewoon voor, jongens. We gaan lekker spelen. En let's go. Ja? Lekker, man. Timmy loopt het te regelen. 2-0 voor. En we hebben onze eerste tegenstander gevonden. Mensen blijven ook maar vragen stellen over die pro player card. Die komt er echt even aan, hoor, jongens. Die pro player card review komt eraan. En dan laat ik ook weten hoe ik eraan kom, et cetera. Dit is de eerste tegenstander. Het is geen grandioze ploeg. Hij zal die nummer 10 wel wisselen waarschijnlijk. Ik heb vanochtend getraind. Afsluitende training voor de wedstrijd morgen. Dus in dit stadion. Daar zijn we klaar voor. Dus ik heb middagje vrij. Dus eventjes samen met Tim wat Weekend League spelen. Eventjes rustig aan doen. En dan bereiden we ons goed voor de wedstrijd morgen. Oké. Okay. Ik dacht, daar gaan we, maar we moeten nog even wachten. Wanneer ben je uit de wedstrijd?
260. Nou, wordt tijd dat we gaan spelen. Wat vind ik van de loting Ajax Juve? Ja, leuke loting denk ik voor Ajax. Wel natuurlijk een lastige pot, maar goed, elke tegenstander in deze fase is lastig. Dus nou ja, ze hebben tegen iedereen kans, dus ook tegen Juve. Dus we gaan het meemaken. Daar gaan we jongens. We zijn begonnen, we zijn los. Weekend League, let's go. Wat? Bro, I was alone before the goal. With Hulk, left foot. Lange hoek. En goalkeeper save. Shit happens, bro. En dan corner. Nou jongens, dat is een mooie manier om aan onze eerste goal te komen. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, die tegenstander. Maar Neymar pakt hem af en dan is hij daar. Sierhuis met zijn eerste goal. Toch lekker. Met zijn linkervoetje. Ja. Die tellen ook, hè? Nou. Goed, Verge. Dan merk je toch jongens dat het zaterdag is. Die gameplay is gewoon apart. Maar goed, we gaan gewoon door. Overigens is Nick... Oh fuck. Nick is momenteel bezig met de qualifier voor... daar is het 2-0. Lelijke goal. Maar hij hangt, nee maar. Ja jongens, Nick is er niet in de eSports Skybox. Ik vroeg nog of hij kon komen. Maar hij is natuurlijk druk bezig om zich te kwalificeren voor... ja, dat is een nieuw... online toernooi, daar is die qualifier nu voor. Die is om 1 uur begonnen, dus Nick is druk bezig om zich daar hopelijk voor te kwalificeren. En daar heeft hij wel de ultieme focus voor. Ik denk dat deze jongen gaat opgeven, dus dan hebben we de eerste overwinning van de dag binnen. En ja, hij rage quit. En dan kunnen we door, jongens. Zo. Even lekker om zo in te komen. Gaan naar 6 winst. You go good or not? 2-0. Yeah. Which minute? 60. You got it. Frankie line. You bring Frankie? Done. Well done. Ga gewoon lekker doorspelen, jongens. Gewoon lekker, huppakee. Knallen die potten er doorheen. Knallen erop. Ik zie nog een paar vragen. Met wie ik ben? Ik ben met Tim, Tim Handwerker. Linksback van FC Groningen, gehuurd van FC Keulen. Net zo oud als ik overigens, komt ook uit 1998, dus jonge jongen nog. Fantastisch linkerbeen. Dus we zijn even lekker met z'n tweeën aan het spelen. Dan gaan we door jongens naar de tweede pot. 3-0, Frankie. Well done. Kante. Zit overal tussen die kanten. Nee.
Oh. Schitterend gedaan, maar dat was buitenspel helaas. Hij zat ook niet, dus dat maakt het een stuk minder erg. Goed, Vieira. Eusebio. Gevaarlijk daar. Niet zo makkelijk balverlies leiden. Mbappé. Weggestoken. Mbappé, golazo! Jullie kunnen zien toch hoeveel ik ga of niet, jongens? Is dat boven in het scherm? Oh, dat zie je niet goed. Ah, oké. Dat rode, dat zie je niet goed. Dat gaan we zo veranderen. Na dit wedstrijdje gaan we dat veranderen, jongens. Geen probleem. Ik dacht rood-zwart een beetje dezelfde stijl als, als het kader om mijn webcam. Maar nu zie ik inderdaad dat je dat in de wedstrijden niet goed ziet. Dus dat gaan we even veranderen. Komt goed. Zo. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Hele aparte goal, maar goed. Ah, hij wordt aangeraakt. Lelijke goal. Hij hoort er ook bij, jongens. Zo. De Eusebio heeft aan de kant gebeukt. Oh, schitterende goal. Mbappé, Lotin. Schitterende voorzet met links. Werkt hem eventjes goed af. Is kwaliteit dit. Jongens, laat maar even weten waar jullie de weekend encounter willen zien. Of die onder de webcam moet of... In het midden. In het beginbeeldscherm zag je er zo goed uit in het midden. Tot niet weer, tot niet weer een kick-off hier, jongens. Of, Nee, Virgil, klasse, jongen. Dan gaan we even counteren, zeg. Op tempo. Ja, schitterende goal. Fantastische counter, zeg. En dan is het Neymar Cito met de golazo. Do Brazil. Hey, you're watching me? Tim is also watching me. Of course he is. He's a loyal fan. Eusebio, Neymar, goede actie. Wachtende op de dieplopende Eusebio, die krijgt hem. Dit is goed gevoetbald. Ah, even twijfel. Kante zit er dan altijd weer tussen. Neymar, heerlijke goal, jongens. Neymar Cito. Ik zag net een vrije reactie van, hoe speelt Dina? Ik denk dat het beeld voor zich spreekt.
Aardig goaltje. En dan is het de tweede rage quit op rij. We knallen er doorheen, jongens. Gaat lekker. 7-1 nu. En jullie weten het. Ik heb het net in het begin verteld voor degenen die later zijn ingeschakeld. We hebben één keer verloren. En dat was van Lef Vinken. De allerbeste Nederlandse PlayStation speler van het moment. Dus ja, daar schaam ik me niet voor. Het was slechts 2-1. Ik kwam op 1-0 voorsprong. En we verloren uiteindelijk net aan 2-1, ja. Hoort erbij. Gaan we meteen door, jongens. We knallen lekker erdoor. Oh, fuck. We moesten natuurlijk nog die weekend league counter ergens anders zetten. Dat kunnen we... Oh. Dit is het team. Hij heeft Ben Ketzer. Ja. Oh, Haki. Kijken of hij hier dan wel goed staat, jongens. Ik denk dat hij hier goed staat. Dus laat dat eventjes weten. We gaan lekker door. Ik zag dat dit een aardig team was. Ik heb nog niet echt goed gekeken, moet ik zeggen. Viera. Time loopt nog niet echt heel lekker, jongens. Normaal is dit gewoon een goal, groen getimed. Maar het lukt me nog niet om ze echt lekker te timen. Maar het was meteen een goede aanval. Gedaan door Viera. Lekker van Neymar. Mbappé, Neymar. Kante, Viera, Kante, Neymar. Eusebio, Sirius! Ho ho! Er wordt lekker gebald hoor, jongens. De eerste ligt er alweer in. Ik kijk hem ook even terug. Ja, sticky taka voetbal dit. En, oh my god. Voor het goal? Nee, scheisse. Als hij voor de rechter ligt van Sirius, jongens, is het wel hang hoor. Viera. Mbappé. Oh. Jammer. Zit hier weer tussen hoor. Patrick. Eusebio weg. En 2-0. Gaat lekker hoor. De balletjes vliegen binnen. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. We laten niks heel van onze tegenstanders, jongens. We klappen erop. Maar ik moet natuurlijk nog record veranderen. Is nu 7-1. Hè? Laten we hem hopelijk meteen veranderen hierna. In 8-1. Dat zou lekker zijn. Again, Richard? What? No, not yet. But we're 2-0 in front after 16 minutes. En hier is Eusebio. Ah, matig dit toch, jongens. Timer zit er echt nog niet lekker in. Bijvoorbeeld gisteren timde ik bijna alles groen. Merk je toch even dat je... ergens anders aan het spelen bent en dat de gameplay weer net even anders is. Want gisteren speelde ik thuis en dat is toch weer net even anders. Neymar, Sirius, 3-0. Goeie aanval. Dit soort ballen hoef je natuurlijk ook niet te timen. Het is gewoon een goede goal. Laten we hopen dat ook deze
op gaat geven. Het schiet niet aan daar. Ja, every time they block my shots. Ja? Gaan we weer hoor. Eusebio. Ah, nog een keer. Hij klikt op start. Ik hoop dat het een goed teken is. Kijk. Dat was wel groen. Dat is natuurlijk even lekker. Oh. Zo. Oh, hij loopt hem uit. Huh? Oh. Eens kijken. Ja jongens, we hebben wat inderdaad moderators nodig, dat klopt wel. Maar die hebben we nog niet zoveel. We zijn natuurlijk ook nog niet veel live geweest. Dus dan moeten we straks maar even kijken wie een geschikte moderator is. Oh, daar gaan we. Bro, yeah. You know what happened? What? Wow, what the fuck is going on, man? Green time shot with Eusebio, yeah. Low driven, and he shoots it maybe 10 meters wide. Yeah. How is that possible, man? Too off the pitch. No, low driven, eh? 2-0, Neymar. No, it's come on. This is what I want to see, man. Goeie goal dit, Mbappé. Maar zagen jullie dat van net, jongens? Eusebio low driven. Groen getimed. Die bal vliegt gewoon 10 meter naast. Oh, dit vind ik ook zo irritant. Als je niet meer gaat spelen, klik dan gewoon op Rage Quit. Oep. Ja. Ja. Dus dat is 5-0 at 38 minutes. Just Rage Quit. 38 minutes, ja. Now he plays again. Nee jongens, ik probeer gewoon wat leuks, ze staan toch al dik voor. Oeh. Maar hij wisselt Ben Yedder. Ik weet niet of dat het verschil gaat maken. Oh mijn god, dat was ook al gespeeld. Oh. Penalty. Which side, bro? Penalty? Huh? Which side? Penalty? Welke hoek? Nee, ga ze niet doen. Doe rechts. Rechterhoek. Rechter side. Ja. Aber natürlich. Ja, zo, de Neymar. Well done.
Ja, boys, 6-0. Het is rust, bijna. Ah, ik snap niet dat je dan nog speelt, hoor. Dan wil je toch gewoon rage quitten. You need the coins, hè? You need the coins. You need the coins. Ja, probably, hè. Hopefully he gives up now with half time. I have 13 shots, 10 on goal in the first half. Oh my god! Ik praat dus Engels met Tim. Hij verstaat wel Nederlands hoor, maar het is makkelijk natuurlijk om te communiceren in het Engels. Hij komt uit Duitsland namelijk. We hebben vanochtend getraind. We zijn lekker vanuit trainen. Vanuit het trainingscomplex zijn we hierheen gegaan naar het stadion. Om even wat weekend league te spelen. Middagje vrij. We hebben natuurlijk rustige training de dag voor de wedstrijd. Dus vandaar dat we nu even gezellig met z'n tweetjes wat potten weekend league er doorheen rammen, jongens. Ik denk, weet je wat? Ga gewoon gezellig live. Er zijn meerdere mensen die daarom hebben gevraagd. Dus ik dacht, waarom niet? Kan allemaal gewoon. Tim is redelijk goed in FIFA. Hij had eigenlijk elk weekend goud 1 en zit wel tegen Elite 3 aan, maar dat is hem nog niet gelukt. Dus ja, zeg maar of je dan goed in FIFA bent. Inmiddels is het 7-0. Viera pikt ook zijn doelpuntje mee. Jongens, laten we het eventjes allemaal een beetje vriendelijk houden. Ik zie wat negatieve comments in de chat. Laten we gewoon aardig zijn tegen elkaar. We zijn toch allemaal hier gewoon om lekker weekend league te kijken. Kijken hoe we deze jongen met 7-0 aanpakken na 50 minuten. Kan ik hier los. Ik bedoel dat... Daar hoeven we geen negativiteit voor. Timmetje heeft even een rage quitje te pakken. Altijd lekker, al zeg ik het zelf. En wij freestylen hem ook even door. Ik vraag me ook af waarom deze jongen niet race quit. Tim, you don't know what I'm doing with this guy. What? Can you win? Ja, last day, hè? Ja. Ja. Good country? No. I thought yesterday was the last SBC day. I think they have got every country, have they? How many I have? Yeah, price. I don't know. Oh! Hij doet die La Croqueta te laat. Anders gaan we even lekker langs het keepertje. Man, I don't understand, man. Is dat ook? Nee, ik doe time finesse met mijn own card. Ja. Groen getimed. In de 16. Geen druk, no pressure. Voorbij. And he shoots it wide. Ja. I don't understand, man. Almost calling me. Dus dank je. Oh, no problem. Nick. Hey Nicky! Hey, je moet even een muziekje aandoen en je moet even wat moderator nemen. Oké, maar wie moet ik als moderator nemen? Want dat weet ik toch niet? Iemand die er
betrouwbaar uitziet en ziet eruit alsof hij je support in plaats van rare dingen neerzet. Oké, okay. En wat voor muziek? Want je moet geen copyright muziek aanzetten, toch? Dat was ik inderdaad vergeten. Nee, want, je moet gewoon even no copyright muziek opzoeken op YouTube. Dat is zo'n top 20, die duurt een uur of zo. En dan moet je op bijna alles afzetten, anders staat hij te hard. Oké, okay, en waar zet je hem op dan? Via de Waited? Gewoon een nieuw YouTube-tablet. En dan kan je hem gewoon aanzetten. En dan horen mensen dat ook als ze de stream kijken. Ja, maar zet je hem dan gewoon op de computer aan? Ja, man. Ja. Nieuw tablet op YouTube en daar gewoon die opzetten. Ja, dan top 20 no copyright. En dan gewoon dat je neer bent. Top 20 no copyright songs. Top 30, duurt 2 uur. Ja, dat is prima. Ja, ja, of course. He's helping me, you know. Oké. Maar ik hoor nog niks. Nee, jij hoort het ook niet van mensen thuis. Kijk even die stream dan, of je het hoort. Ik heb hem nu veranderd, kijk maar even of het beter is. Oh, dit zijn die tunes die je ook altijd hoort bij Koen en zo, toch? Ja, ik kan wel iets zachter, man. Iets zachter? Ja. Hoe heb je eerste pot gespeeld? Dat willen alle mensen weten. Ja, gewonnen van die Duitsers. Ja, heb je gewonnen? Kijk, dat zei ik toch. Ik heb vertrouwen in je, jongen. Je gaat het doen. Zo goed of niet? Ja, dit is wel prima, man. En dan moet je gewoon even wat moderators uitkiezen die er betrouwbaar uitzien. Oké, okay, doe. Ja. Huh? Oké, okay, gaan we doen, jongen. Oké, succes. Zie je, succes. Later. Yes, jongens. Nick geeft me altijd eventjes wat tips. Inderdaad, handig muziek hier inderdaad op. Natuurlijk leuk. Dus ook even lekker kijken. En wat moderators, die gaan we naar dit potje dan maar even selecteren. Kijken of Sira's een beetje kopsterk is vandaag. Oeh, kon hij er niet bij. Plasma Tweedy. Oeh, geen pingel. Geen pingel. We gaan door. 9-0. Moet ik nog even de tiende maken? Dat lijkt me wel. Oh. Niet opeens tegenkrijgen. Van der Sar. Red ons in tijden dat het nodig is. Ah, kutzwaar. Gaan we nog één keer naar voren? Nee. Kunnen we die tiende maken? Nee maar. Naast hem loopt Eusebio. En het is 10-0, jongens. Deze man moet gewoon lekker naar Rage Quit City gaan. Doet hij niet. Nou ja, dan krijg je de 10 om je oren. Afslachten die op, jongens. We gaan er natuurlijk helemaal niks van heel houden. We hebben hem weer gewonnen. En dan kunnen we nu even gaan kijken. Ik zie een paar mensen. Arona. Jongens, die chat gaat wel als een malle tekeer. Inmiddels bijna 1000 kijkers. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. We gaan eventjes wat moderators kiezen. Even kijken. Wow. Het gaat heel snel, jongens. Ik doe eerst eventjes... Racketje aanpassen. Ja, digitaal, jongen. Ja, jongen. Voor een difficult game, man. Voor jou? Ja. What's the score? 0-0. But you have the same defeat than me. Also red. Prime moment PT.
Ja. Ronaldo. Cristiano. Best. Deze jongen. Aaron is moderator geworden. Daar hoorde ik een paar jongens dat die goed is. Thomas Games NL wordt moderator. Zo, in ieder geval even twee moderators erbij. De chat gaat als een gek tekeer. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Ik hoop dat de moderators een beetje de chat rustig kunnen houden en gezellig. Lijkt me wel zo leuk. Daar gaat het allemaal om. Het gaat om gezelligheid, jongens. Het gaat om vermaak. Het gaat erom dat we lekker gewoon naar deze Weekend League gaan kijken. Yeah, sometimes from 16 I should loot low driven, yeah. Wacht even hoor jongens. Ik ga heel even iets veranderen. Oké, jongens, we hebben een paar moderators erbij. We hebben muziekje aan. We gaan 8-1. Het is tijd dat we lekker doorgaan. Een leuk team wat we nu tegenkomen. Prime Stoikov, Prime Icomo met Cannavaro, Cancelo, Robertson en Leno uit Player Picks. En die nieuwe Rudiger SBC. Lijkt me ook wel een goede speler. Nou, we gaan het meemaken, jongens. Inmiddels nog steeds een hoop kijkers. Ik hoop jullie even te kunnen vermaken in deze pot. En dat we die er weer uit gaan slepen natuurlijk. De licht. Zet even een mannetje weg. Okay. Ja, wat is bro? Good team? Goal de Gea, de same as me. Ja. En de Saïd. Ja. Ramos, Jamal Gal, auto red card. Alessandro, Petit, Prime Icon Moment. Malak Prime, de Awa, Regista, Neymar Inform, de Serrano Ronaldo en Best 88. Ja, dat is een good team. That's a good team, bro. 0-0. You have to win against these teams. We zijn slordig. Dit is goed van Kante. Dit is heel belangrijk. Jeetje. Jongens, ik snap hier niks van hoor. Gewoon weer een goede dragback. Maken hem vrij. Schieten groen getimed.
Die bal vliegt gewoon meters over. Hoe kan dat nou? Maar goed, we gaan lekker door. De licht. Oh bro, hey. Hey, disconnect man. For you? No. Ja jongens, de verbinding verbreekt. Schrok mijn hoedje. Ik denk dit zal het al niet. Tim heeft zijn Pro Play Card nog niet. Groningen was daar wel hard mee bezig om dat te regelen. Maar op een of andere manier gaat het een beetje moeilijk. En ik heb hem toen nog gekregen toen ik bij Ajax zat. Dat ging wat makkelijker. Dus ik weet het ook niet. Hoe dat precies werkt. Maar die wordt inderdaad aangevraagd bij EA. En dan dus je vraagt hem aan bij EA en dan duurt het echt best wel een tijdje voordat je hem hebt. Dus ja, de ene keer gaat het sneller dan de andere keer. Ik denk ook inderdaad omdat Ajax een grote club is, veel aanzien heeft bij EA, dat het daardoor komt. Oeh, we komen echt een aardig ploegje. Drie icons. Prime Icon Moment, Baggio, Blanc, Rijkaard. Champions League, Aurier, Gomez, Player of the Month, Rashford. Goeie ploeg. Nou, we gaan het meemaken. Ja man, dat wist ik. Ja? Genau. I like it. Je scoren nog? Oh. Fantastische redding van die De Gea op dit groen getijde low driven shot. Ik dacht echt dat hij erin zou gaan. Zo, en Rashford is wel snel, hè? Maar Matthijs is wel een beest. Lekker man. Die Future Start De Ligt, die is echt heel goed. In mijn opinie. Nee, maar. Oh! Die De Gea die haalt er wel wat uit, zeg. Mijn god, hé. Kanté, geblokt. Buitenspel. Ik wilde hem ook op Mbappé steken in plaats van Neymar, dus dat is een beetje zonde. Geen buitenspel. Oh. Helaas.
Nee, man. Nee. Zet het eind van zijn dus. 1-0? Nee, het ook. Can be. Wie bal dit? Breng hem maar een keer in. Jammer. Oh, Viera. Nee, maar is eruit. Jezus, hé, die De Gea, man. Heeft die pilletjes op of zo, hé? God, zie mijne. Oh mijn god, De Gea is liebe dus. Ja, vielleicht die spielt gegen mir. Hey, 92e minuut, hè? Die save you? 92, die play to Lozano. In front. Steekpas. Hey! Je spielt Steekpas? Hè? Steekpas? Ja. En dan mijn keeper moving lange hoek. En die don't shoot, keeper moving kort hoek. Die saved hem on the post. En dan de counter attack, bro. I'm free with Neymar. Whistle from the referee. Oh. Raheem was zijn. Jezus Maria. Oh, he scores an own goal, and then I think he's going to give up. Hey? Yeah. 0-0. Ha. Het was gewoon echt een moeilijke pot, jongens. En ik had wel veel kansen, maar ik denk dat hij gewoon op gaat geven. Ja, hij geeft me gewoon de win. Ja, bizar. Wat hier gebeurt, dat... Dat besef ik echt niet. Lulu Munigo 0-2. I don't think he's Dutch. Bizar hoor. Weet echt niet wat ik meemaak. Ricky. Oh.
Nou. Hey, they say handwerk is fanatic. You know fanatiek? Handwerker is inderdaad erg fanatiek, jongens. Net als in het veld, hij is gewoon echt strijden. We gaan 9-1. Zo. Even bijkomen van die pot, jongens. Ik zie Damon ook in de chat. Ik heb hem even moderator gemaakt. Ik kijk ook soms even naar Damon's video's. Dus dan mag je wel even moderator zijn natuurlijk. Leuk dat je er bent. Kijk naar deze livestream ook eventjes bij Damon. Goeie FIFA speler. Zo. Tim. Wat is I play against a team with 5 icons. Ronaldo in vorm, Ibra, it's a good team. Ja, dat is waar. Zo jongens, het is een heel aardig ploegje dit, waar we tegen spelen. Maar we gaan het meemaken, of je ook een beetje kan FIFA spelen. Verwacht hem wel natuurlijk. Gaan we. Oh. Jammer, geel getimed, Sierhuis. Corners neem ik nog niet best. Moet ik gewoon op Sierhuis leggen. Op mezelf. Die knikt ze namelijk wel binnen. Hier gaat Mandy. Oh, goed. Good luck. Ja, de GH, first save. Well done. I'm focusing, bro. This is a good team. Man, ich wollte das erste rechts schießen. Ah, ja, yeah, okay. Again, de GH. Ja? Yeah? Oh, man. Save again for them. Woohoo! Golasso! Yes, Timmy! This is what I wanna see! Want to shoot for me for bro, I make no hey, score. You just scored. I can't play for you. Yeah! Hey, I make a goal? It's sick, wait, huh? Wait, I have to be focused. Okay. Heerlijke goal, trouwens, jongens. Dit echt geweldige actie van Eusebio. Haalt hem eventjes terug, brengt hem naar Sierhuis. En die... Dat skipt niet, Alter! Come on, bro. Goed, Kanté. Nee, maar, jongen. Je voelt toch dat er een beetje vertraging is. Goed, het is geen excuus. We gaan gewoon door. De Gea, kom je tijd aan. He saved it? Ja, but I have to shoot in. Ah, you score, no problem. Which hook? Have you shoot in the middle? Ja. Ja, is difficult. Oh, wat gebeurt hier allemaal, jongens? Yes! Ja, man, hé! Hey. Dat is het. Fabinho, op rechts, jongen. Heb een K. Fabinho is de penalty king, hè? That's why. Oh, jongen, put.
Tim wint naar penalties. Hij wordt helemaal gek. 2-3, digga. Ik heb 3 van shots. Ah! Maar ik ook ball position, bro. 64% voor me. 64? Ja. Oh, 65% hadden we daar. Ja. Sometimes it happens, bro. Just 10 continue. Shots, 10 on target. Staat hij met veel aanvallende spelers, hé. I have to make a break. I have to go to toilet. Fucking hell. Take your time, take your time. 9-1, bro. Yeah, good. Me too. Van hem, die Dumfries en die man die gaan altijd fucking erg fucking hoog staan. Nou, er komt er wel veel ruimte hier over voor deze jongens, Mbappé en Eusebio. Goeie bal. Eusebio, vamos! De timing is er weer. De low driven zijn er weer. Oké, okay, you were standing in the middle, hè? Ja? Ja. Wat, de guy is goed? Ja, hij is een goed team en hij plays very offensive. With a lot of pressure. Yeah, look, he plays with his backs high and shit. It's difficult to play. And you have to just take your time. What? What happened, man? Jesus. Mm-hmm. Speelt, nee maar. Oh, zonde. Oeh, dat porno. Goed, Kanté dichtlopen die hap. Wow, wat een ruimte ligt er op links. Goed gedaan. En dan is hij weer. Oh, waarom steekt hij niet harder? Oh, Eusebio. Oh. Ja, kom op, hier is helemaal niks aan de hand, man. Vieira is gewoon een beest. Oh, maar lekker Eusebio. He wants to bring it into Zlatan, you know. Look at the space, huh? But which formation he played? I? Which formation he played? I think 4-1-2-1-2 narrow. Goed, Kanté. Is een beast. Ah. Ja. Halftime. Rust, jongens. 2-0 voor. We zijn de betere. Look the pitch. Hey, today is Köln Duisburg. Ja. Yeah. Look the pitch in the stadium. They play? Nee, is abgesagt. Ja. Unbelievable. Ik krijg de vraag of ik nog bevriend ben met Matthijs de Ligt. Ja, zeker. We hebben nog wel contact in onze groepsapp. En ja, kijk, tuurlijk, ik zit in Groningen, hij in Amsterdam, dus we zien elkaar natuurlijk niet zo vaak, maar. Ja, we zijn gewoon goed met elkaar. Net als ik met meerdere jongens ben. Karel Eiting, Dani de Wit. Ik ga maandag naar Jong Oranje. Daar ben ik met onder andere Dani de Wit weer. Mijn kamergenoot. Dus dan
Dat is wel leuk, die heb ik natuurlijk nu een tijdje niet gezien. Hier is Mbappé. Penalty. You saw this move? You saw the move? Nee. Oh, leuk. Dus dan, dat is wel leuk. Zie ik die jongens weer die ik een tijdje niet heb gezien. Per Schuurs ook. Spreekt. Ja. Ik schiet altijd rechts, jongens. Ja? Ja. Hoppakee. Golazo! 3-0 Eusebio. Captain NL, heb ik moderator gemaakt. Die vraagt, wat vind je van Brobbey en Unuvar? Ik denk twee grote talenten, doen het heel goed in de A1. Brobbey is natuurlijk een boom van een kerel. Maar hij heeft ook echt scorend vermogen. Dus ja, wordt leuk om te zien hoe die zich gaat ontwikkelen. En Unuvar, ja, hij is gewoon een voetballer puur sang. Komt bij mij uit de buurt ook. Dus ik ken hem al sinds redelijk jong. En ja, hij ontwikkelt zich hartstikke goed, speelt in de A1. Is nog jong. Moeten natuurlijk zien hoe die zich gaat ontwikkelen ook. Maar hij is echt een rasvoetballer en ja, haalt soms de mooiste dingen uit. Dus jongens, om van te genieten en in de gaten te houden, denk ik. Vieira is aardig op dreef, jongens. Die zit overal tussen. Oh, 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 hey, hey, hey. Denzel Dumfries. Die is goed, hoor. Die is fysiek. Ja, ja, ja. I hope he's going to rage quit. Ja, 800. 800 kijkers, jongens. Allemaal leuk dat jullie er zijn. Eerste Weekend League livestream. De stemmen van Kante is dat nummer. Ja, 99. Ja. Maar ook de nummer 1 is 96. De nummer 1. Oeh, Hamburg 2-2. Ja? It's not, not over the game, but... At home against Darmstadt 2-2. Oh! Sandhausen 4-0 against Pauli. Pauli is 4th place, 16 Sandhausen. St. Pauli plays Justin Hoogma, you know? We see him Monday also. Monday? Ja, yeah, jonge Ryan. Ah, he's good friend for me player, he's really good. Yeah, yeah, I know, I was in the waiting, you know? Yeah. He's not playing, this guy. I don't know why. But today is Huub Stevens, eh? Schalke. Ja, Huub Stevens is de nieuwe trainer van Schalke, inderdaad. Die game? Ah. First time 10 finish? Cornerball. Huh? You do it? You do it? Sometimes, just a try and see if it works. Ja jongens, we hebben dus vanochtend getraind. Goeie afsluitende training voor... hij gaat opgeven, denk ik. Goeie afsluitende training voor morgen. Wedstrijd tegen ADO hier in het stadion thuis. Dus... zijn er klaar voor, hè? Ja. Dus ik hoop dat we 3 punten kunnen pakken. Nu even lekker ontspannen. Weekend leakje. Ik ben gespannen. Wat? Uit Huub Stevens. Ah, dat is mooi. Dat is train. Maar they play at home, huh? Maybe they at home and but Leipzig is really good, but at home. You never know. Ik krijg de vraag van Stef of het verder ook goed met me gaat naast de Weekend League. Zeker. Gaat goed. Morgen potje. Tegen ADO hebben we zin in. Maar het gaat hartstikke goed, ja. Ik heb niks te klagen. Tim zegt dat hij er weer klaar voor is, dus ik ben benieuwd. Ibra schiet nog even 4-0 binnen. Look, like last week, I was also 9-1. And then after the next 10 games, I was 13-7. Ja, so now you have to be sharp. And play good. Then you're gonna get elite this time. Yeah, I hope so. 4-0 tegen deze tegenstander die toch wel een goede ploeg had. Die ook wel aardig kon spelen. Oh,
Maar niet opgewassen was tegen team Sier Osso. Ferdinand, Balak, Neymar, jongens, trouwens, laat eventjes weten of jullie de muziek horen. Deze man ragequit ook. Ragequit. Dat is lekker, maar laat eventjes weten of je de muziek hoort. Dat wil ik eventjes weten, want dat is natuurlijk wel lekker. Als je dat hoort. Hup, dat is ook weer aangepast. De muziek is uit. Horen jullie het nu wel? Laat even weten of je het nu wel hoort. Maar jullie hoort wel heel zacht. Ja, zacht is harder. De muziek is prima. Een klein beetje harder. Volgens mij heb ik nog ietsjes harder gedaan nu. Te hard. Oh. Zetten we hem weer zachter, jongens. Huppakee. Volgens mij is hij dan nu prima. Iedereen zegt te hard, te hard, te hard. Ik had hem één tikje harder gedaan. Volgens mij is hij nu zacht. Dus volgens mij is hij nu weer oké. Dan gaan wij door. Oké, okay, top Stef. Kijk, aan jou heb ik wat. Dat zijn moderators waar ik wat aan heb. Arone, dit is uitstekend. Nu is het perfect. Top, jongens. Goed om te horen. We gaan 10-1 en we gaan naar de volgende tegenstander. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, eventjes een update. We gaan 10-1. Op het moment dat ik 3-0 ging, kwam ik tegen Lef Vinken. De beste PlayStation-speler van Nederland. De nummer 5... van PlayStation van de hele wereld. En daar verloren we net aan 2-1 tegen. Maar het is ongelooflijk natuurlijk dat je na 3 potjes Weekend League tegen Lef Vinken komt. Dat is mij nog nooit overkomen. Zeker niet binnen de eerste 5 potjes. En ja, hij schrok er ook van. Hij stuurde me meteen een berichtje. En die deed van ja, wat is dit nou weer voor grap. Dit en dat. Dus ja, wat moet je daarvan zeggen? Je verliest 2-1. En dat is iets om je helemaal niet voor te schamen. Voor de rest hebben we dus alles gewonnen, jongens. En we gaan proberen zo hoog mogelijk weer te eindigen. Deze Weekend League. Hier zit Kanté er goed tussen. Mbappé. Neymar. Eusebio. Tweede paal. Daar kan De Gea vangen. Slechte bal. Andere keuze moeten maken. De tegenstander heeft overigens gewoon een hele degelijke ploeg. Met onder andere Ronaldo, Del Piero. Zoals ik het nu zie kan hij ook wel spelen, dus... Oh jongens, dit zijn fouten die we niet moeten maken. Kom even goed weg 2 keer, nu moeten we even scherp zijn. Snel inspelen op die back, dan kan het altijd wel. Oh nee, dat moest niet. Golasso! Heerlijke goal. Gebeurde wel wat rare dingen in die 16, moet ik eerlijk toegeven. Neymar tikte hem opeens heel ver voor zich uit. En die kreeg hem nog net aan voor, maar hij schiet hem gewoon goed binnen. Dus dat is lekker. Ik zie jongens vragen hoe je kan doneren. Ik zeg heel eerlijk, ik heb eigenlijk geen idee hoe je kan doneren, jongens. Ik waardeer het heel erg als jullie willen doneren.
Ik zal nog even uitzoeken hoe dat werkt, maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik doe het momenteel gewoon wat ik het leuk vind om te doen. En eigenlijk moet ik de fijne kneepjes en zo moet ik nog even uitvinden. Dus dat soort dingen, dat weet ik gewoon eigenlijk nog niet. We zijn gewoon lekker weer FIFA aan het spelen. En als je het leuk vindt, kijk dan gewoon lekker. En dan is het prima. Maar ik waardeer het enorm als je dat als je wilt doneren. Dat betekent dat je het een leuke stream vindt, dat je mijn kanaal leuk vindt. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. Goed, Kante. Ja, je merkt toch wel, vind ik, dat je op zaterdagmiddag speelt. Gaan we weer. Je merkt gewoon inderdaad veel heavy touches en zo. Het spel loopt niet soepel zoals het zou moeten lopen. Dat is bijna altijd op zaterdagmiddag, omdat het dan zo onwijs druk is op de server. Maar ja, we moeten wel spelen, want anders gaan we nooit een hele weekend die kunnen spelen. Aangezien we morgen gewoon weer een wedstrijdje moeten ballen natuurlijk. Gelijk opgaande wedstrijd tot nu toe. We staan wel 1-0 voor. Maar hij heeft natuurlijk Ronaldo bij die corners. Goed, Edwin. Ja. Oh, dat was een goede bal geweest. Grappig om te zien, hij beweegt dus wel zijn keeper bij First Time Finesse. Weinigen doen dat nog. Dus iets om rekening mee te houden. Spel. Oh, dat gaat net goed. Poch, ik denk, daar geef ik even een goal weg. Jammer. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Virgil. Daar ligt ruimte voor Mbappé. Oh, fantastisch. Wat? Oh, ik weet niet wat hier gebeurt. Jongens, wat gebeurt hier? Ik doe een keurige balrol en hij tript opeens. Rust. We staan 1-0 voor, maar het is wel echt een moeilijke pot, hoor, moet ik zeggen. Net hadden we gewoon de 2-0 op onze voet met Mbappé. Maar ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik krijg het in ieder geval niet erin.
Helaas. Het is echt gewoon gelijk op gaande pot, moet ik zeggen. Ik denk wel dat ik de grotere kans heb. Ik heb een paar vragen of ik de laatste 15 potten ook ga streamen. Nou, die kans is heel klein, zeg maar gewoon niet heel. Ik heb vandaag tijd, maar morgen eigenlijk niet. Ik ben morgen gewoon gefocust op de wedstrijd natuurlijk. En als ik daar klaar mee ben, ga ik misschien nog wel even spelen en mijn weekend afmaken. Maar dat ga ik niet streamen. Verwacht niet dat ik de laatste 15 ga streamen. En waarschijnlijk zal ik volgende week ook niet gaan uploaden, omdat ik in Spanje zit. Met Jong Oranje, 9 dagen. Dus dan zal het eventjes stil zijn op dit kanaal. Maar goed, dat is ook wat ik heb aangegeven natuurlijk. Voetbal heeft natuurlijk altijd de prioriteit. En aan de hand van de vrije tijd die ik heb, plaats ik video's en doe ik livestreams op YouTube. Dus als jullie dat allemaal goed in jullie oren knopen, weet je dat. Voor de volgende keer. Oh, dit was een hele grote kans. Hij koos ook de goede hoek, want ik koos namelijk de verkeerde hoek met Van der Sar. Maar hij tijdde hem helemaal verkeerd, waardoor hij er niet in vliegt. Gelukkig. Dit is goed gespeeld. Eusebio. Neymar. Nee, hij moest op mijn eigen poppetje in plaats van naar Neshmar. Springt weer een meter van de kant deze voet af. Dit doet hij dan wel weer goed. Dit ook. Dit is ook goed gespeeld. Dat is te doorzichtig, denk ik. Goed via raak. En wat ben je? Verrassend. Cornertje. Nou, dit lost hij gewoon goed op. Deze jongen kan het echt wel. Hij was ook absoluut niet makkelijk. Dit gaat dan ook weer te simpel. Dat is goed gedaan. Eusebio weg. Het was denk ik een overtreding, maar omdat Eusebio die bal kopt, krijgen we hem uiteindelijk niet. Oh. Ik krijg hem net niet bij Neymar, dat was een goede aanval. Ga natuurlijk ook even wisselen. Sterling komt erop. We gaan Witsel even erin brengen. Ja jongens, iemand vraagt ook van... Kan je na het weekend in je verhaal zetten hoeveel je bent gegaan? Dat doe ik wel vaker. Ik hou sowieso mijn volgers altijd even op de hoogte via Instagram. Dus... zorg dat je me daar eventjes volgt. @KaiSierhuis_. Dan blijf je sowieso op de hoogte.
Oh my god. Goed Wietsel. Belangrijk jongen. Hij heeft slaat dan erin gebracht. Dat is altijd eventjes vervelend. Als je slaat dan erin brengt. Ah, Etje. Uitstekend jongen. Dat zien we graag. Oeh, Mendy. Okay. Eine Chance hat er. We have to focus and kill this game. From the 60 minutes or who scores the goals or we play in the back? Oh. Wat is die Sterling aan het doen jongens? Die staat helemaal ergens anders. Even gefocust staan. Goed, Eusebio. Ga maar, jochie. Ga maar, jochie. Hé, hey, dat is Rocha. Dit moet een rode kaart zijn. Volgens mij geeft hij hem niet. We gaan nog even één keer wisselen. Hey, Hamburg Blues, hè? Ja? 93ste. Oh. 3-2. Sick, man. Ibra komt er nog eventjes op voor Mbappé. Toch gewoon een carta roja, jongens. Hoe zit dat dan? Stootje, Sierra's Kante. They're fighting. They're pushing each other. Yes. Nee, toch. Oh, heerlijke keeper movement. Oh. Belangrijk jongens, kom op. Niet nu een goal tegenkrijgen. Oh, goed zegt Mendy. Even meespringen. Ja, lekker. Woep. Jongens, dit was even billen knijpen hoor. Moet ik jullie heel eerlijk toegeven. Dit ging eventjes even lastig. Maar we gaan 11-1. Oeh. Wat? I play with this is fun team van hem. From who? From YouTube. Ja? 99 Pelé. He plays with only Brazil? Yeah, this weekend. He makes like fun teams, you know? Every weekend another team. Okay. Zo. We gaan 11-1, jongens. Even binnen gesleept. Keihard vechten. Ik ga heel even naar het toilet. Ik zie jullie zo. Kijk. Ja. Zie je het toilet? Was? You can't do this.
Huh? Je lost one, hè? Ah, you have to kill. Zijn we weer, jongens. We gaan lekker door met de Weekend League 11-1. Keek net eventjes en ik zag dat er een hoop nieuwe abonnees bij zijn. Dus welkom allemaal. Ik waardeer het enorm dat jullie er allemaal zijn. En dat jullie hebben geabonneerd op ons of op mijn kanaal. We zijn inmiddels over de 16.000. Dus dat gaat lekker. Gaat de goede kant op. Laten we zo snel mogelijk naar die 20.000 gaan. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. Klik op het belletje, zodat je niks mist van mijn kanaal. Dan kunnen we naar de 20.000 abonnees gaan, jongens. En dan gaat het toch wel hard, hoor. Dan gaat het hard. En dat is toch alleen maar mooi. Tim is inmiddels ook weer lekker een potje ingegaan. Ik ga ook weer een potje zoeken. En we gaan ervoor. We gaan voor de 12e win. En ja, laten we het maar even gaan doen. Ik merk wel heel erg dat er wel veel delay is, dat de servers niet top zijn. Komt dat het zaterdagmiddag is, dus ja, het zou me ook niet verbazen als we straks weer een paar moeilijke potjes gaan spelen. Dus dat is wel vervelend. Maar ja, ik moet wel spelen, want anders ga ik het gewoon niet halen. Dan maar met wat mindere servers. Er wordt gevraagd wie van FC Groningen al een Weekend League spelen. Eigenlijk maar drie jongens. Tim is er eentje van, die speelt elk weekend wel. Mike de Wierik speelt elk weekend en ik dan. En natuurlijk Nick als e-sporter, maar dat lijkt me duidelijk. En verder zijn er niet echt jongens die Weekend League spelen. Wel jongens die gewoon FIFA spelen, een beetje draften. Maar die spelen dan geen Weekend League. Damon zegt dat thuis of uitspelen niet veel meer uitmaakt. Wat ze dan verandert, Damon? Maar dat wist ik niet. Volgende upgrade in mijn team, dat is Daan. Hey Daan, leuk dat je er ook weer bent. Volgende upgrade in mijn team wordt Viera naar 88 in plaats van 86. Dat is de eerste upgrade. We komen tegen een goede ploeg met 4 Argentijnen voorop. En 3 mooie kaarten. Mooie carnavalkaarten achterin. Nou, we gaan ons weer warm maken, jongens. We gaan weer voor de overwinning. Ja, precies, Damon. Dat is ook wat ik de laatste weken merk, inderdaad. Ik speel nu ook gewoon vaak uit. Inderdaad, omdat je iedereen probeert... wil thuis spelen. Waardoor je bijna geen matches meer vindt als je alleen thuis wil spelen. Eusebio, schitterende actie. Oh. Kanté, fantastisch. Oh, de zonde. En Mbappé nog. Oh! Kom opeens voor de voeten van Sierhuis, maar die schiet hem naast van dichtbij. Geen buitenspel, denk ik. Oeh, scheelt niet veel. Jammer. Goed, Cancelo. Jeetje, Mina. Chaos voor de goal, maar hij wil er nog niet in. Ik schiet ook gewoon een low-driven tegen mijn eigen poppetje aan. Die ook nog niet echt wil scoren uit corners. Nee, hij moest naar Eusebio. Goh, man, die. Jongens, als je nog een goede linksback zoekt. Future Starman, die is wel een aanraad. Dit is een pingel. Ja, dit is een pingel. Goeie scharen van Kylian Mbappé. En dan maakt Antonio Rudiger de overtreding. En we schieten hem weer binnen.
Eusebio! Oh, 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 oh. Jongens, rustig. Dat betekent dat we weer op 1-0 voorsprong staan. Kante trekt er nog even eentje mee naar de grond. Prima, haalt hij de counter een beetje uit. Moet is goed gespeeld. Ja, voorspelbaar. Neymar weg. Fantastisch gespeeld. Neymar, oh jongens. Ja, dat ik balrol of zo had moeten doen om de keeper heen. De licht. Och, jammer dat hij niet binnen had. Beest. Sterk weer gedaan door Sierhuis. Staat goed achterin. Dan komt er nog niet echt doorheen. Zonde. Hey, dat is jammer, want dit was wel een goede kans geweest. Your Ibra? Och. Het zit allemaal nog net niet mee, jongens. Yeah.
Barcelona. Nee. Ah! Rust 1-0. We staan voor, we zijn echt ook wel een stuk beter, maar het is nog niet Juffanet. Het loopt nog niet van harte. Beetje plakkerige handen ook. Maar we staan wel voor. En dat is het meest belangrijk momenteel, jongens. Kijk, ja, hij heeft 0 schoten. Hè? 0 op doel, ik 9 schoten, 6 op doel. Ja, dan moet je wel meer goals maken. Dus daar moeten we kritisch op blijven, jongens. Dit is het ook een spannend potje, staat gelijk. Ik heb net dus een potje verloren, helaas. Ah, man! Schiet toch! Oh. Ibra! Dan gaan we, jongens, tweede helft. In ieder geval moeten we die voorsprong vasthouden en het liefst ook uitbouwen. We willen geen risico's nemen. Dit is goed gespeeld. Maar die gaat uit of niet? Oh. Edwin, keurig nummer. Heeft hij hem toch nog? Wow, goede actie. Jammer dat we die niet kunnen benutten. Niks. Oh, scoren, maar het is buitenspel. Het scheelde echt niks, denk ik. Maar hij telt niet, helaas. Veilig kiezen nu. Jesus Viera. Is geen lekker balletje. Gelukkig krijgen we hem weer gratis terug. Dit is goed gespeeld. Ah, hij doet die actie niet. Oh. Mbappé, 2-0. Goeie goal. Lekker zeg. Goeie goal van Mbappé. Nou, ook een lekkere aanval via Kanté. Oh my god, precies dit voorbij. Goed, even geen kick-off goal tegenkrijgen, altijd belangrijk. Dan gaat dit de goede kant op, jongens. Dit zien we graag. Gaat hij weer, Kylianus. Jongens. Mbappé! Ho, ho, ho. Timmy Handwerker, mijn vriend. Dat is 3. Heerlijke goal, hij houdt hem op sterk en dan bam! Korte hoek, binnenkant paal, low driven, getimed. Ik ga die 88 is het wel eind. Post, inside post goal. Ah, come on, bro. Ja, die, is... Score one. Zo slecht, dat is unglaublich. Score one. Bro. Come on. Ik heb Chance ohne Ende, der heeft alles wieder en der schießt dan mit Fabinho. Einmal im Leben macht der Tor. Ja, das ist, ja, genau. Bro, you first 10 games 9-1 and then you always fuck.
De licht. Voorbij, 2-1. I'm sorry, bro. Ah! People say crazy German in the chat. Yeah. Goal. 14 shots to 6. You had 4 shots on goal. Yeah. And sorry, bro. I'm sorry. Look, bro, here. I'm running game. What can I do there? Am I glow driven? Good time? Look, glow driven. What? Yeah, shoot a wide, bro. Come look. I want to shoot also a left. He saves it. Nee, what's another corner? Low driven, timed? Nee. Nah, you have the time, bro, that's the key. But yeah, I know, I understand, but... Yeah. If it's green time, you can say something. That's I just continue, bro. Ah, Jesus. I'm usually gekke German. Huh? What? Who's this? Maradona's hair, it changed. It changed in-game. Ibra. This is how we score, bro. This is how we do it. Tim en Mike halen allebei gemiddeld goud 1. Maar jongens, wat vinden jullie van deze goal? Laat even weten in de reacties. In de chat. Mares en Ibra allebei ingevallen. Eventjes een El Tornado voorzet. En een kopballetje met Ibra. Griezmann met regenbooghaar. Ja, ik zag net ook Maradona met half haar. Ik weet niet wat dat was. Ja jongens, het doel is natuurlijk om een keertje top 100 te halen. Maar is natuurlijk wel lastig. Julian gaat 21 om 1. Zo. Dat is helemaal niet slecht. Ik hoop voor je dat je zo door kan gaan. En de top 100 zit er dan nog wel in. Als je nu de laatste 7 wint. Of laatste. Als je de 7 van de 8 wint, dan ben je er al. Ben je er al, denk ik. Als je nu 28 hebt, dan ben je er denk ik wel. Tim, hoeveel ga je? Wieveel gates doe? 9-3. Hij gaat 9-3, jongens. Dus. Ja, in het begin ging je lekker, maar nu verliest hij de 2 achter elkaar. Dus hij moet even tot rust komen, pauzetje halen. Hè? Huh? You have to take a rest? Ja, maar... Wait, waarom is dat allemaal zo? Ja, huh? Ik weet het niet. Nee, wait, if you lose in a row. Ja, doe. Ja, doe me niet, sorry. Ja, ik weet het niet. Ja, nou hij quits. Jongens, dan wacht hij zo lang en dan gaat hij uiteindelijk toch weg. Hij had nog steeds geen enkel schot op doel. Maar goed. We zitten er lekker in. We zitten er lekker in. 12-1. En we gaan weer lekker door. Caiceres bij top 100 talent van Koen Weiland. Ja, dat zou wel grandioos zijn, moet ik zeggen. Dat lijkt me wel echt fantastisch. Dat zou ik echt legendarisch vinden. Maar ja, dan moet ik eerst maar eens top 100 halen. En de kans is nog niet heel, heel groot dat het gaat lukken. Maar ja, we doen altijd ons best. En wie weet dat het een keer gaat gebeuren. Ik moet wel zeggen, je weet naarmate het FIFA seizoen vordert. Dat wel de pro's en zo steeds minder gaan spelen aan het eind. Als de toernooien er niet meer zijn. Want dan boeit het ook niet meer of je Weekend League speelt. Dus dan is de kans misschien wel groter dat ik het wel een keer ga halen. Dus wie weet. Wie weet. We gaan gewoon door, jongens. En we zien het wel.
Je ziet trouwens dan nog steeds hè, dat iedereen gewoon wel thuis wil spelen eigenlijk. Ik heb ook toch wel zo'n gevoel dat ik thuis wil spelen. Maar we gaan ook gewoon uitspelen. We zijn voor niemand bang, jongens. Iedereen wil thuis spelen. We gaan er gewoon voor. Wij gaan ook een keertje uitspelen. We gaan er gewoon voor. Tegen deze goede ploeg. Dr. Bergen. Ik ken hem niet eigenlijk. Wel een goede ploeg moet ik zeggen. Bijna iedereen is rond de 90. Behalve die, of die SBC Delaney. Maar die schijnt echt wel heel goed te zijn. Dus... Nou, we gaan het meemaken. Jongens, we spelen gewoon het potje uit. Kijken of we die ook gewoon kunnen winnen. Goed gespeeld, Sierhuis. Moeilijke hoek. Wel gewoon getimed, maar goed uitgekomen. Gevaarlijk, goed Vianna. Oh! We timen hem geel en daarom zit hij niet. Schitterende aanval, maar Mbappé maakt hem helaas niet. Zonde, echt heel zonde. Dat is een lekker moment geweest. Neymar dan? Oh, ook niet. Hey, dat is overtreding, maar het spel gaat door. Sierhuis. Nee, te moeilijk. Kom, simpel spelen. Aan de slijding van die Marcelo. Nu de ruimte bij Mbappé. Laat vallen. Kante. Vieira. Is te moeilijk dit. Corner, we hadden wat kansen jongens om deze wedstrijd. Ja, tuurlijk! Om deze wedstrijd voor te komen, dat doen we dan nu. Heerlijk kopballetje van Kaaitje Sierhuis. Mijn eigen pop. Ik zie dat Dave er ook is, Ajax Eye Watcher. Ik heb je meteen even toegevoegd als moderator. Hij gaf me ook de tips om een keertje live te gaan. Hij zegt, ik denk dat het goed voor je kanaal is. Dus nou ja. Weet je, we doen gewoon. Geen tegengoal krijgen nu. Lekker. Goed dit. We hebben de druk erop.
gedaan heeft. En dan ligt daar natuurlijk enorme ruimte omdat Dani Alves weg is. Neymar. Eusebio. Nee joh. Ah, dit meen je toch niet, jongens. Schitterend uitgespeeld. Ah! Timmy! Yeah. We don't score, man. Ja, yeah, we have scored one, but we have to score more, man. Nu oppassen voor de counter. Met Dani Alves. Theo. Sancho. Zo. Wat gebeurt hier allemaal? Prima. Houdt hij nog binnen. Ingooi voor mij. Prima. Ja? Ja, aber abseits. Ja, das ist kein Sein, das ist nur Schalke. Ich meine, war abseits, aber Fahr. Oh, Fahr? Aber ich denke abseits. Ja, abseits. Everything changes. Two minutes, ja, weil das ist der Best. Rust en we staan 1-0 voor. Had al meer moeten en kunnen en moeten zijn. Want zoals je ziet, we hebben genoeg kansen gehad, schoten gehad. Maar goed, we staan voor. We krijgen weinig kansen tegen. We moeten wel gewoon die wedstrijd killen. We moeten echte killers zijn, jongens. Mensen moeten gewoon opgeven. Of weten dat er niks te halen valt. Neymar. Oh, weer niet. Ik time niet goed. Kom, Kai. Nou ja. Dan maar weer uit de corner. Hoe wil weer goed getimed, maar hij komt er net niet. Goed, de licht. Nog een keertje, kom. Ja, jongen. Uitstekend. Weer die bal die fout gaat, dan moeten we gewoon even scherper op zijn die bal. Dan moeten we niet te vaak spelen. Oh. Kante. Kante en Viera lopen wel aardig wat ballen voor me weg te halen. Hè? Hier hebben ze hem weer. Weer niet, jongen. Om! Oh. Volgens mij beweegt hij zijn keeper wel. Hij stond wel heel ver in die hoek. Maar dan moeten we in de andere hoek schieten. Wel weer groen getimed, maar die moet er gewoon in. Ja, sick hè.
Hebben we die nog? Net niet. Hij komt goed uit met zijn keeper. Ah. Sterling erin brengen. De rest wachten we nog eventjes. Niks aan de hand. Goed dit. Nu dan. Kante. Goeie bal. Nee, maar... Wat? Nah, but this is unbelievable, man. I swear, what is this? It's just time load driven. Why is this not in, man? I can't believe it. Echt, jongens. Dit moet er toch gewoon goal zijn. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben het even helemaal het spoorbijster, hoor. Maar dan gaan we maar. Nee. Oh, die actie wilde ik niet doen. Ik weet niet wat die Tsjech gesnoven heeft. Of wat hij onder zijn helm heeft gedaan. Die pakt echt alles. Dat is echt niet normaal. Je weet, jongens, je kent de voetbalregels, hè. Och, saai. Ik wilde het er niet over hebben, maar daar had je hem al bijna. Nu dan, alsjeblieft, zeg. Sterling. Ibra. Hè. Oh, oké, die is gespeeld, jongens. Lekker zeg. Ja, ik leg hem lekker af. Ik denk ook. Het zal een worst wezen hoe we deze erin leggen. Als hij er maar eens in gaat. Lekker, man. Dus ja. Ja, het is natuurlijk grappig. Ik heb altijd Frans gehad op middelbare school. En geen Duits. Dus mijn Duits is niet top. Dus vandaar dat... Dat we voornamelijk Engels spreken, maar ook wel eens... inderdaad, dan zegt hij wat Duits, Tim. En dan denk ik, nou weet je, ik reageer er gewoon in Duits op. En af en toe dan weet ik het Duitse woord niet. En dan in het Nederlands. Dus het is inderdaad mooi om te zien dat het alle kanten op gaat. Hij is eigenlijk amper gevaarlijk geweest. Dus dat hebben we dan wel weer goed gedaan. Het enige is dat we gewoon moeten meer goals maken, jongens. Als je zo vaak 1-op-1 komt, moet hij er gewoon vaker in. Ah,
Het is tijd. We pakken weer een goede win. Duidelijke statistieken, denk ik. Ik denk dat we 13-1 gaan. Heel even snel naar de wc, jongens, en dan ben ik zo weer terug. Veel water gedronken. Je moet goed hydrateren. 1 minuutje. Yes, daar zijn we weer. Jongens. 13-1 momenteel. En we gaan 13-1, jongens. En dat gaat lekker. De livestream hebben we nog alles gewonnen. Laten we hopen dat we dat zo kunnen houden. Dan gaan we nog even een potje zoeken. Waarschijnlijk dit de laatste, jongens. Omdat we hebben beloofd tot en met pot 15 te spelen. We gaan 13-1, we hebben er dus 14 gespeeld. Dit is 15e potje. Dit voor haar beest. Die heb ik nog nooit gezien. Jongens, we waren hartstikke lekker, hé. Constant, hartstikke veel mensen aan het kijken. Dus er komen ook steeds meer abonnees bij. Ben je nog niet geabonneerd en ben je wel aan het kijken? Vind je dat ik vette video's heb? Doe dat dan even. Oh. Ja, lucky door. I think I play against the e-sporter, man. Ja? Ja. Esbjerg. Ja, jongens, dan komen we tegen deze ploeg als allerlaatste. Dat is toch wel balen, moet ik zeggen. Maar weet je wat? We gaan gewoon volle bak spelen. We gaan er alles aan doen. En wie weet, de gameplay is niet top. Hij zit misschien wel in zijn kwalificatietoernooi. Je weet het allemaal niet. Je weet niet wat de omstandigheden zijn. We gaan het hem gewoon moeilijk maken. Kroevoek.
Goeie aanval, jammer. He scores the 1-1 and then his connection is gone. Yeah. So now I'm 9-3. Ah, unbelievable this. Good keeper movement and then he shoots. Ah ja. Oh, nog een partij kijken. One match. Ja, ik doe dit gewoon goed. Ik beweeg gewoon mijn keeper goed. Ja, hier snap ik dan helemaal niks van, jongens. Wat moet ik nog meer doen? Het belangrijkste is om rustig te blijven, jongens. Voorzichtig, we moeten even iets anders verzinnen. Och. In zo'n potje wil je nou niet dat dit soort dingen gaan gebeuren. Van die ongelukkige dingetjes. Ach, zoals dit ook. Goeie redding. Wat kan je hier aan doen, hè, jongens? Moeilijke hoek. Het is te moeilijk, denk ik.
daar baal ik wel van, jongens. We kunnen hem echt niet ook tegenstand te bieden of zo. Dat lukt voor geen meter. Maar volgens mij, ik weet niet wie dit is, maar volgens mij is dit gewoon een pro-speler. Dat zou betekenen dat we tegen, als we deze verliezen, tegen twee pro-spelers verliezen. Voor de rest alles winnen. Ja, Deen. 84 pro points. Ik denk dat hij gewoon e-sporter is van SBR. Maar ik weet niet zeker. We gaan wel wat anders doen, jongens. We gaan 4v2 spelen. Ja, je moet toch wel tegen zo'n tegenstander. Is e-sporter van Esbjerg, Christian Lillebak. Esbjerg in Denmark. Ja. Is dat ook goed besteed? Ha? Wat was de stand? 3-0 voor hem. 3-0? Ja, I have nothing to do, man. Or I can't do nothing. Vorige maand 57ste van de wereld. Je weer? Last month 57th of the world. Maar ja, dat gebeurt, jongens, het gebeurt. We proberen gewoon lekker ons spelletje gewoon te spelen. Wie weet. Ah, ik vind dit dan wel nog een overtreding, randje 16. We hebben de druk erop, jongens, hij is bang. Hij weet het niet meer. Die 4v2 maakt hem helemaal gek. Oh, dan moeten dit soort ballen wel hangen. Oké, boys. De druk zat erop. Maar hij heeft het moeilijk. Hier, we zitten er kort op. Ja,
bewogen met mijn keeper. Dit is toch wel stom hoor, om daar zo makkelijk die bal te verliezen. Ik dacht dat ik ging bewegen, maar ik deed gewoon rustig niks. Ach, wat is dit nou voor bal? We gaan gewoon nog eventjes alles op de aanval, jongens. Staat ultra verdedigend, maar het is alles op de aanval. Ja, dan krijg ik er nog één om mee horen. Ja, kan gebeuren. Jongens, ik ben geen e-sporter en dat blijkt maar weer. Ik kon het lef wel een stuk moeilijker maken. Ik vind het lukt nu even allemaal niet, moet ik zeggen. Yeah, you don't want to play anymore? No. Why? You're angry? Bro. Play every week the same, bro. Ah, okay, that's frustrating. What I can do, bro? I stay 9-1. Ja, jongens. We verliezen. Ja, wat moet ik erover zeggen? Jammer dat we eigenlijk niet echt in de wedstrijd zijn gekomen. Ja, we spelen tegen een pro-speler. E-sporter van Esbjerg. Ja, en dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, zo simpel is het. Nou ja, voor degene die er in het begin van de stream niet waren, we hebben dus 2 keer verloren van de 15 potjes. De eerste was het 4e potje van onze Weekend League. Die speelde tegen Lef Vinken. De beste e-sporter, beste PlayStation 4 speler van Nederland. En de nummer 5 van de wereld op de huidige leaderboard van EA. Dus die is eigenlijk al geplaatst voor het WK. Zo goed heeft hij het al gedaan. En nu verliezen we het 2e potje verliezen we tegen de e-sporter van Esbjerg. Ik kende hem eerst niet, maar ja, hij liet ons kansloos. En ja... Ik bedoel, het is natuurlijk ook helemaal niet raar. Ik ben geen e-sporter. Ik
Ik ben lekker een profvoetballer en dat vind ik nog veel leuker om te doen dan e-sports. Dus weet je, laat mij maar lekker profvoetballer zijn en gewoon in mijn vrije tijd lekker FIFA spelen, Weekend League spelen. En jullie een beetje leuke content geven, dan vind ik dat ik het hartstikke leuk doe. En jammer dat we hem niet een beetje tegenstand konden bieden, want dat had ik wel leuk gevonden. Maar goed, so be it jongens. Ik ga afsluiten. Het is vandaag, ik zie ook Yannick trouwens in de chat, ja die moet natuurlijk ook gewoon moderator worden. Voor vandaag is het genoeg. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie vandaag hebben gekeken naar mijn eerste Weekend League livestream. Vond je het leuk? Laat even een duimpje omhoog. En laat vooral weten ook in de reacties straks dat je het vaker wil zien. Laat ook eventjes, of als je nog niet geabonneerd bent, zorg dat je dat dan eventjes gaat doen, dat je abonneert op mijn kanaal. Hoe meer abonnees, hoe leuker het natuurlijk ook voor mij wordt om content voor jullie te maken. We hebben al super veel views op de video's. Alleen zijn heel veel mensen daarvan zijn dus nog niet geabonneerd. Dus doe dat even als je dat nog niet hebt gedaan. En klik even op het belletje zodat je niks mist van mijn video's. Want je weet dat ik een onregelmatig uploadschema heb. Dat was hem dan voor vandaag. Voordat ik afsluit wil ik jullie nog wel even op één ding attenderen. Er komt om 4:15 een super vette video van Yannick Lopez online. Met een hele beroemde Nederlander. Jullie kennen hem allemaal. Het is een artiest, denk dat ik dat wel mag zeggen. Een bekende artiest binnen Nederland. En daar gaat hij om 4:15 een nieuwe duo draft mee spelen. Dus check dat vooral even als je nog niet genoeg FIFA hebt gekeken. Ga dan even over 10 minuutjes naar dat kanaal van Yannick Lopez. En zorg dat je die duo draft even gaat kijken. Want het wordt echt een hele toffe aflevering. Bedankt allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.